Goedendag. Opnieuw een bewolkte en grijze dag in Nederland, met ook van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Het leidt tot plassen, zoals hier op dit fietspad. Het is gewoon grijs weer. Ik kan er niets anders van maken. En er valt dus ook van tijd tot tijd die lichte neerslag. Ook hier mooi te zien. Die egale laag bewolking die aanwezig is. En ja, morgen zullen we daar nog steeds mee te maken hebben. Er ligt namelijk een front boven ons land. Hier zien we dat front. En dat front dat zorgt met name in de oostelijke helft van het land nog voor lichte regen of motregen. Die neerslag die wordt geleidelijk aan wel minder. Maar bewolking blijft er wel komen vanuit het noordwesten. En dat betekent dat we morgen ook weinig zon zullen hebben. Zaterdag wel een grotendeels droge dag. Met nog steeds wel wolkenvelden. Misschien in het zuidwesten een buitje. En dan langzaam maar zeker gaan we naar dat andere weerbeeld toe. Dan moet er nog wel eerst een storing gaan passeren. En die storing die gaat passeren zo'n beetje in de nacht van zaterdag op zondag. Hier komt die aan. Zondagochtend in het oosten misschien nog. En dan geleidelijk aan die opklaringen. En gaat een hoge drukgebied opbouwen. En dan krijgen we volgende week heel ander weer. Dan is het een stuk droger. Het is zonniger. Maar ook een stuk kouder. Want de temperatuur die gaat dan wel naar beneden. Maar ik denk dat het in de middag voor het gevoel eigenlijk veel aangenamer is. Komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden. Hier en daar valt nog een spatje regen. De temperatuur ligt tussen 7 en 8 graden. Dat is een hoge minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar. Die wind, die westelijke wind, die blijft ook stevig waaien. Ook morgen overdag is dat het geval. Een matige tot vrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. En overdag weinig tot geen ruimte voor de zon. Bij temperaturen zo tussen 10 en 11 graden op de meeste plaatsen. En ook morgen nog misschien nog wel een spatje regen of motregen. Zaterdag dan grotendeels droog weer met nog steeds die hoge temperaturen. De zon kan misschien in de loop van de dag eventjes doorbreken vanuit het westen. En de wind nou, is iets minder krachtig. En dan de dagen erna. Dan hebben we op zondag eerst die regen. Dat gebeurt een beetje in de nacht van zaterdag op zondag. En dan komen we in die koudere lucht, maar wel met zonneschijn erbij. Dan wordt het 8 graden in de middag. En de dagen erna daalt de temperatuur verder. Gaan we naar zo'n 5 tot 7 graden. En u ziet het, de nachten worden ook kouder. Het gaat weer licht vriezen. Nog een fijne dag.